Vlog nummer 3 alweer vanuit Polen. Jordi is ook wakker, aanwezig daarachter. En ik moet je zeggen, vandaag is ook de dag dat we terug gaan naar Nederland. Maar we gaan ook nog even stoken. Eerst nog even naar de vuurwerkwinkels. Want we hadden zo'n winkeltje gezien wat we eigenlijk in vlog 2 hadden gezegd. Daar wilden we heel graag nog even naartoe. Een paar leuke knallers halen toch? Dumbum 5G. We gaan nog wel even wat dingen halen. Ja, precies. Ben benieuwd. Dan gaan we daar zo meteen even naartoe. En daarna even stoken. En we nemen jullie gewoon mee. De komende dagen zullen er veel meer stookvideo's vanuit Polen online komen. Want we hebben de vorige vlog, of in ieder geval gisteren is dat voor ons, hebben we gigantisch veel gestookt. Dat is niet normaal, echt waar. We gaan eerst even naar het ontbijt. Want Jordi heeft honger. Let's go. Ja jongens, ontbijtje. Moet je nog iets zeggen of zo? Er zit gewoon niemand, hè? Alles voor onszelf. Ja. Heel erg vet. Ik denk nu Steven dat het midden gisteren, man. Steven dat het niet een ei is. Zo. Wat zit hier? Heb je trek? Even choppen. Twee bordjes, gek. Ja, alles van gisteren in, man. Ja, maar ik voel daar niet meer langs te mee. Ik zal jullie even de status van de dag geven. Kijk, als jullie goed kijken, loopt die man daar zo, of vrouw, ik weet niet wat het is, met een mondkapje op. Een heel raar ding voor het gezicht. Dat is de staat van de dag. Bovendien is het droog. Dat is zeer gunstig. Want vorige keer, of gisteren, regende het keihard. Precies op het moment dat wij meerdere video's nog wilden opnemen. Waaronder de, ja nou ja, dat gaan jullie binnenkort wel zien. Hier, ook op de fiets. Mondkapje op. Stel je voor dat je corona oploopt als je fietst. We gaan zo uitchecken uit het hotel. Het was zeker een geslaagde trip, toch? Zeker. Alleen zo gaan we nog even verder stoken. We nog wel een dag langer kunnen blijven, toch? Ja, wat dat betreft wel, ja. Want weinig gezeik, lekker kunnen stoken, weinig mensen ook buiten. Zo willen we het hebben. We gaan even snel de tassen inpakken. En dan gaan we richting de receptie om uit te checken. En dan zien jullie ons zo meteen weer buiten. Bij de vuurwerkwinkel waarschijnlijk. We gaan nu richting de vuurwerkwinkel. Straks gaan we richting Nederland. 8,5 uur weer rijden. Echt geen zin in, man. Nee. Maar dat is nog niet zo ver, want we gaan nu eerst naar de vuurwerkwinkel, waar we eigenlijk niet mogen filmen. En zo, mondkapje viel af. Daarna gaan we stoken. Dat gaan jullie ook zien. En dan gaan we de grens over. En dan ben ik benieuwd. Onze controle staat. Ja, vanwege corona of... Ik hoop het wel. Het zou wel lastig zijn om op beeld te hebben. Inderdaad. Dus... ja man, we gaan het zien. En we gaan even een aantal leuke knallers nog halen. Draai nou eens even de camera om. Kijk. Ja, dit zijn de straten van Polen, jongens. Ja, helemaal mooi. Het ziet er echt niet uit. Daar heb je vuurwerk, als je daar kan kijken. Die winkel kijk, daar zo. Er zit een trap halverwege dat gebouw. Maar, we gaan dus een aantal leuke knallers halen. En die gaan we dus zometeen gelijk afsteken. Gewoon mooie knallers. Als... Ja, ja, jongens, we hebben dit nu gehaald even. Gaan we straks stoken. Echt nice, al die... Ik ben heel benieuwd naar deze. Ja, die zijn nieuw, die school. Even betalen zometeen. En dan naar locatie. Oh ja, de bonbonvlinder. Dat is een leuk man. Klopt. Ja, ziek hè, die grote. Ja, de buiten is weer binnen jongens. Twee tassies. Wel leuk stookvoer. Ja, ik ga even mijn mondkapje afdoen, want ik word er para van. Ja, vergeet ons gewoon af te zetten. Ja, mooi. Ik heb hier twee, we hebben hier twee tasjes gehaald inderdaad. Zometeen even snel stoken, want anders komen we veel te laat terug in Nederland. Dus we moeten even heel snel naar locatie en dat gaan opstoken. We zijn nu al uitgecheckt bij het hotel. En zometeen de grens over. Maar eerst stoken dus. Dat gaan jullie zo zien. Een soort Ugly Joe, hè? Ja, echt, hè? Alleen die knal is iets zachter. Dat zijn wel lachen. Mooi. Zeker zacht. Zo.
Tropic tussendoor. Grote. Nou, die moet harder zijn, denk ik dan. En hoe? Wat was dat? Oh, een Tropic. Ja man. Deze stellen niet zoveel voor. Lekker rookie hier zo. Tropicie. Yo, doe even stooksessie Tropic dan. Doe heel dat... Heel dat Stooksessie man. Zin in. Een pakketje gek. Ze zijn echt hard man die. Rode vlam. En de laatste, school. Echt ziek man. Die zijn echt lijp. Maar ken die rook graag ik. Wat? Die rook. Wat een poep dingen dan. Maar zijn wel lachen. Ik vind jootjes gek. Qua fluit wel. Exact hetzelfde. Zo. Zo, grips gek. Die gooi ik in de borstjes man. Goeie stooksessie dit man. Ja jongens, we rijden nu richting de grens. Er draait er eentje voor ons die lekker hard doortrapt, maar niet ja, ik snap het ook niet man, wat hij doet. Hij mag 140. Even kijken of de politie staat. Altijd wel, kijk maar hier links, zie je? Duitse politie. Zit altijd daar binnen. Dit is de grensovergang. Hè? En dan staan ze daar inderdaad, zie je? Ja. Controleren. Ik denk dat ze er nu ook wel staan. Meestal staan ze ook verder op de weg, maar ik zie daar ook al staan. Ja, ze rijden ook vaak. Maar dat is voor mensen die erin gaan. Niet zo duidelijk filmen, man, bro. Goed, op de een of andere manier verwachten ze nooit Nederlanders hier. Het zijn Duitse polities die de Duitsers in de gaten houden. En waarom? Omdat die Duitsers allemaal op die markt gekke shit gaan halen, weet je? Maar het valt me wel op dat ze ons nooit aan de kant zetten, eigenlijk. Nee, man. Dat is wel jammer. Nog nooit gedaan. Het is wel leuk om een keertje mee te maken. Want we hebben eigenlijk, zoals jullie altijd weten, nemen we nooit iets mee over de grens. Nooit gedaan ook. Omdat het gewoon te tricky is. Waarom zouden we voor die paar pakjes knallers bijvoorbeeld dat risico lopen? Want je riskeert echt... kijk hier, het bord van Duitsland. Ja, ja. We raden daarom ook ten strengste af om dingen mee te nemen. Ja, eigenlijk is het ook gewoon af te raden om deze trip te maken. Wij doen het wel, gewoon omdat we video's voor jullie willen maken. We weten dat jullie dit leuk vinden. Maar het is niet zo dat we jullie willen adviseren om ook hier naartoe te gaan. Ik krijg daar zoveel vragen naar van, hey, hoe werkt dit en welk hotel dat? Maar daar gaat het niet om. Wij maken gewoon hier een opname om te laten zien hoe het is hier. En hoe bizar het is, want je hoeft maar op de markt, hoef je maar een shopje in te lopen die sigaretten verkoopt. En dan zie je ineens een paar pakjes FV3 en zo erbij staan. Terwijl in Nederland zou je daar echt een hele bunker voor moeten hebben en gewoon sprinklerinstallatie en weet ik veel wat.
In Nederland zijn ze zo bang voor niks, man. Echt waar. Kijk maar naar Duitsland met de Lidl en de Aldi. Staat ook gewoon allemaal tussen de bloemkool en zo. Er loopt nog iemand met een shaggy boven ook zo. Ja. We zijn weer in Nederland. We moeten wel nog 2 uur rijden richting huis. Maar die terugreis is altijd echt verrot. Omdat je natuurlijk niet meer zo hype bent om bij de markt aan te komen of iets. Dus dan duurt die ook extra lang. Bovendien, op de heenweg gingen we heel vroeg en dan... zijn de eerste paar uren in het donker en dan, dat vliegt echt voorbij dan. Ja, jongens, ik ben inmiddels alweer thuis. Ik was helemaal vergeten de vlog af te sluiten. Het was een geslaagde trip, vind ik zelf. Er komen nog veel meer stookvideo's aan vanuit Polen. Ik ga ze nu allemaal op de laptop zetten en dan bewerken. Maar goed, als jullie deze video zien, dan is alles al gebeurd hoor. Maar daar niet van. De tijd begint er nu echt aan te komen, jongens. Het is bijna oud en nieuw. En jullie zien ons nog steeds dagelijks.